Hallo, welkom bij een nieuwe videoles van Fuberta. Ik ben Jan Willem en deze keer gaan we kijken naar problemen met het opstellen van raaklijnen. Een voorbeeldje dat ik hierbij geef is gelijk maar de manier om het door te werken. Namelijk, stel ik heb de formule x² plus 2x plus 2 en die noem ik heel even maar fx. En als ik die grafiek teken, dan krijg ik er iets uit dat er ongeveer zo uit komt te zien. En de vraag is nu, er zijn twee raaklijnen die door het punt 0 gaan en de grafiek ergens raken. Geef de vergelijkingen die horen bij deze raaklijn. Nou, de manier om dit op te lossen is eigenlijk te zeggen van, wat heb ik allemaal? Ik heb de basisfunctie en ik ga hem in het groen noemen, de functie van de raaklijn. En de functie van de raaklijn, die noem ik nu heel eventjes gx, die is een getal keer x, want het is een rechte lijn. En als je door een ander punt dan de oorsprong gaat, kun je er nog plus b bij hebben, maar daar ga ik nu even niet op in. Dat doe ik een andere keer. Maar als we deze twee gegevens hebben, dan kunnen we nog iets. Namelijk, we kunnen ook zeggen dat de afgeleide van alle twee deze functies ook bestaat. En dat is in het ene geval 2x plus 2 is f accent x. En in het andere geval g accent x is a. En hoe stel je dan nu de raaklijnen verder op? Want dan denk je van, hé, nu loop ik vast. Maar dat gaat best simpel. Want we kunnen ten eerste zeggen dat fx, omdat het een raaklijn is, gelijk moet zijn aan gx in een bepaald punt. Want in de raak, of als die twee dingen raken, dan hebben ze op dat moment dezelfde coördinaten. Dus we kunnen direct al gaan invoeren dat x² plus 2x plus 2 in ieder geval af en toe gelijk moet zijn, en op de punten die we willen weten, altijd gelijk moet zijn aan a keer x. Maar het zijn raaklijnen, dus de raaklijnen, dan heb je ook dat de hellingen hetzelfde zijn. Dus we kunnen ook zeggen dat f accent x gelijk moet staan aan g accent x. Oftewel, de hellingen zijn hetzelfde. En als de hellingen hetzelfde zijn, kan ik de formule van de helling ook aan elkaar gelijkstellen. En dit is zo'n moment dat je denkt van, oh, ik ga vastlopen. Maar nu komen we bij het trucje van substitutie. En bij substitutie ga je gewoon kijken van, nou, heb ik iets dat ik ergens anders kan invoeren? En in dit geval heb ik dat. Want ik heb namelijk een a en ik heb hier nog een a. Dus die kan ik gewoon lekker in elkaar gaan proppen. En als ik dat geheel in elkaar prop, dan kom ik uit op de totaalvergelijking x² plus 2x plus 2 is gelijk aan 2x plus 2 keer x. En daar kan ik eigenlijk weer mee doorgaan, want ik moet dit natuurlijk wel één stapje verder uitschrijven. En als ik hiermee doorga, dan kom ik uit op x² plus 2x plus 2 is gelijk aan 2x² plus 2x. Dus ik kan hier ook weer van maken min x² plus 2x plus 2x streep ik weg. Plus 2 is 0. Oftewel, x² moet gelijk zijn aan 2. Dus x is, nou, wortel 2 of x is min wortel 2. Dus ik heb nu twee coördinaten gevonden, waarbij ik zeker weet dat ik een raaklijn heb, of dat de raaklijn
eigenlijk de grafiek moet raken. Ja, dat klinkt heel flauw, maar dat is het gewoon. En ik heb hierbij x-coördinaten gekregen. Dus, wat gaan we nu doen? Omdat we een x-coördinaat hebben, gaan we weer helemaal terug naar het begin. Want... hier kan ik nu dingen gaan invullen. En ik haal heel even een stuk van het bord weg, omdat we die niet meer nodig hebben. Dus dit gaat nu allemaal verdwijnen, hoop ik. Dit moet weg. Deze moet weg. Hup. Dan heb ik weer een mooi stukje om op te werken. Wat het mooie is, we hebben nu namelijk x-coördinaten. We hebben een formule om in te vullen. Dus wat doen we? We zeggen, heel simpel, x kwadraat plus 2x plus 2 is een waarde. Nou, leuk. Dus wortel 2 in het kwadraat plus 2 keer wortel 2 plus 2 is 2 plus 2 wortel 2 plus 2. Oftewel 4 plus 2 wortel 2. Ik ga hem eventjes niet veel simpeler schrijven. Ja, zijn grens wat mogelijk is. En hetzelfde doen we met die min wortel 2 in het kwadraat plus 2 keer min wortel 2 plus 2. En daar komt dan uit 4 min. Oh. Wel heel scheef wortelteken. 4 min 2 wortel 2. Dus ik heb nu 2 x-waardes, 2 y-waardes. En ik kan dus zeggen, ik heb in ieder geval de coördinaten. Wortel 2, 4 plus 2 wortel 2. En ik heb min wortel 2, 4 min 2 wortel 2. En dit zijn weer heel erg leuke dingen, want deze kan ik weer gaan invullen in... Even kijken of er niks weg is gevallen in de tussentijd. Nou, mooi, valt mee. Deze coördinaten kan ik hier... Oh, niet daar. 1 seconde. Gelukkig haperde mijn pen ook al heel erg uitgebreid. Weg jij. Geen bouwgebruiker dus. Deze coördinaten kan ik heel simpel invullen in i. Waarbij ik eigenlijk door het invullen a bepaal. Dus door te zeggen, wortel 2 is a keer... Waarom ben ik nu op het einde ineens heel erg aan het haperen en dingen verkeerd om aan het doen? Zal ik eerst maar de formule even opschrijven. We hebben namelijk eigenlijk i is ax. I-waarde is 4 plus 2 wortel 2. En dat moet gelijk zijn aan a keer wortel 2. Oftewel, de waarde voor a in het ene geval is 4 plus 2 wortel 2 gedeeld door wortel 2. En de waarde voor a in het andere geval kan ik met dezelfde berekening, door weer te zeggen i is ax, dus 4 min 2 wortel 2 is a keer min wortel 2, dus a is 4 min 2 wortel 2 gedeeld door min wortel 2. Dan heb ik nu allebei de i of de a-waardes uitgerekend. En met allebei deze a-waardes heb ik de definitieve waardes voor de raaklijnen. En om dat nog één keertje te laten zien dat het ook echt daadwerkelijk goed uitkomt, pak ik mijn rekenmachine erbij.
Zet hem even aan. Heb ik de ene functie erin gezet. Zetten we de volgende functie erin. En dat was dus haakje openen 4 plus 2 keer wortel 2 gedeeld door wortel 2 keer x. En de tweede functie was 4 min 2 keer wortel 2. Oeh, volgens mij is daar net even wat misgegaan in de vorige functie. Bij het intypen. Dat ga ik zo corrigeren. Gedeeld door wortel 2 keer x. Ga ik even in de tussentijd deze corrigeren, want hier is wat misgegaan. Want zo vervelend die rekenmachines. Eens kijken. Haakje sluiten. Gedeeld door, waar was ik? Gedeeld door wortel 2 keer x. En als ik nu alles goed heb, dan heb ik nu de ene grafiek. Dan heb ik de ene raaklijn. En dan heb ik de andere raaklijn. Even kijken. Wat is er hier misgegaan? Oh, kijk. Daarom moet je behalve het invullen, zou ik altijd aanraden, controleer het ook even. Want als je ergens een minteken vergeten bent, dan ziet alles er ineens een heel stuk anders uit. Dus hier hebben we de ene raaklijn. En daar komt de andere raaklijn. En nu klopt die wel helemaal precies. Maar daarom dus let altijd op, ook bij je rekenmachine, dus let op plusjes minnetjes. In je antwoorden let op plusjes minnetjes. Maar als je het zo oplost, dan kun je heel makkelijk stap voor stap raaklijnen neerzetten. Goed, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan dit stappenplan. Kijk hem alsjeblieft nog een paar keer eventjes gewoon in stukjes terug. Om zeker te zijn dat je helemaal volgt wat er gebeurd is. Dus, korte herhaling. Vergelijkingen opschrijven. Afgeleiders opschrijven. Vergelijkingen aan elkaar gelijkstellen. Afgeleiders aan elkaar gelijkstellen. Die twee dingen helemaal in elkaar zien te proppen. Zodat je een x-coördinaat eruit krijgt. Met die x een y eruit zien te krijgen. En als je die y hebt, dan kun je a berekenen. En dan heb je de hele vergelijking opgelost. Maar goed, ik ben Jan Willem van voorbeta.nl. Ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad. En nogmaals, tot de volgende keer.